Zondagavond en dus weer tijd voor een fonkelnieuwe aflevering van Miljoenenjacht. Ook vanavond werd er weer een heerlijk bedrag gewonnen door finalist Paul van het koffertjespel. Ook thuiswinnaar Riet kan dit bedrag laten bijschrijven op haar rekening. Het huidige seizoen van Miljoenenjacht is echt een succes. De finalisten gingen tot nu toe allemaal met enorme bedragen naar huis. In de eerste aflevering won Sylvia uit Schiedam meer dan een half miljoen. De week daarna ging Leonard naar huis met 263.000 euro en vorige week zagen kijkers Marike uit Lippenhuizen met 478.000 euro vertrekken. In dat opzicht viel het vanavond een beetje tegen. Dat moet je natuurlijk relatief zien, want de finalisten van vanavond vertrok met 250.000 euro. En dat is ook niet bepaald weinig natuurlijk. En gelukkig ook maar. Het vorige seizoen van Miljoenenjacht was een van de meest vreemde ooit. Een van de thuiswinnaars sloeg op de vlucht en een ander liet Winston voor de deur staan. Dit seizoen is alles anders en kijkers zijn erg te spreken over de thuiswinnaars. Hadden we twee weken geleden meneer Muis die de geldprijs in zijn onderbroek in ontvangst nam, werd vanavond thuiswinnaar Riet verrast. Kijkers reageren massaal op Riet, die emotioneel opmerkte dat haar man er de vorige keer nog bij was. Op X wordt hier flink op gereageerd en kijkers zeggen allemaal hetzelfde over Annie. De geldprijs van 250.000 euro wordt haar massaal gegund. Hieronder enkele reacties van kijkers: het is Riet van harte gegund. En hopelijk is ze een beetje streng naar familie en vrienden die nu wel de weg naar haar weten te vinden, na lange tijd niks van zich te hebben laten horen. Hashtag